Wat vindt u van de nieuwe coronamaatregelen? Ja, ik vind het moeilijk, maar ik hou me er wel aan. Wat vindt u er precies lastig aan? Nou, dat je je vrienden en kennissen niet kan bezoeken eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dat is lastig. En ja. Nu buiten nog maar met z'n tweeën? Wat vindt u wij daarvan? Zijn er... Ja, dat vind ik niet zo erg. Okay, dat... En gelukkig zijn we dan met z'n tweeën. Ja. Wat vindt u van de nieuwe coronamaatregelen? Ja, ik vind het wel goed. Ja, gewoon prima? Ja, is prima. En waarom dan? Ja, het enige wat ik jammer vind is dat de restaurants niet open mogen. Snap ik. Kan ook niet werken. Ja. Ja, dat is dan dus dat is erg lastig. Ja. Ja, dat vind ik een beetje zonde. Dat snap ik. Het is nodig, dus we doen maar gewoon mee. Meneer, wat vindt u van de nieuwe coronamaatregelen? Ja, wat vind ik ervan? Ja, gewoon afstand houden en meer kun je doen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ik vind het gewoon prima. Dat moet. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dankjewel. Hoi, hoe werkt je? Ik hoor heel veel commentaar om me heen dat het niet nodig was omdat de cijfers dalen. Ja. Maar ik zit dan wel te denken, die maatregelen zijn ingesteld toen de cijfers nog niet aan het dalen was. En dat was ook echt al ruim 10 dagen nadat die maatregelen ervoor waren ingesteld. Dus ik snap dat de maatregelen toen zijn genomen. En je ziet dat ze nu al dalen. En het enige wat er nog kan gebeuren is dat ze verder dalen. En ik heb er persoonlijk geen problemen mee als ze nog verder dalen. Wat vinden jullie van de nieuwe maatregelen? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, wat... Ik geloof er niet zo in. Nee? Nee. En waarom dan? Ja... Naar mijn mening is het over corona verzonnen. Oké, okay. En waarom denkt u dat? Ja... Hoor je dat het gaat steeds beter, corona gaat steeds verder naar beneden. Maar er komen wel steeds meer maatregelen. Dus dat vind ik ook, dan moet je ook de maatregelen weer omlaag trekken. Dus je vindt het eigenlijk een beetje tegenstrijdig? Ja, ik wel. Oké, okay. Nou, dankjewel. Ja, geen probleem. Ja, fijne dag.